Geachte aanwezigen, in de herfst van 2007 dient de strafzaak tegen de gezinsvoogd van het door mishandeling overleden meisje Savannah. Op 10 december 2012 wordt de gemeente Stichtsevecht strafrechtelijk veroordeeld voor de dood van twee motorrijders die door hobbels in het wegdek ten val kwamen en tegen een trekker botsten. De gemeente wordt nalatig bevonden in haar plicht de weg te onderhouden. In 2015, of misschien wat eerder of later, wordt er een civiele zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, omdat in verschillende levensmiddelen sporen zijn aangetroffen van een genetisch gemodificeerde maïssoort die niet voor menselijke consumptie is toegelaten. De staat wordt verweten dat zij nalatig is geweest in haar plicht de voedselveiligheid te bewaken. Deze drie rechtszaken markeren de karakterverandering die de verantwoordelijkheid van de overheid voor het bestrijden van onveiligheid, van risico's, de afgelopen jaren heeft ondergaan. In mijn proefschrift Voorzorg in Nederland benoem ik die karakterverandering als een verschuiving van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting. Dat de overheid een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor het tegengaan van onveiligheid wordt al langer aangenomen. In de casussen waaruit ik de genoemde voorbeelden haal, in ieder geval vanaf de jaren 60, 70. Maar als risico's zich ondanks de inspanningen om ze tegen te gaan toch realiseren, had dat tot voor kort geen consequenties. Dat is dus veranderd, zoals elk van de drie genoemde voorbeelden laat zien. Tegenwoordig wordt wel de verantwoordelijkheidskwestie aangeroerd na onveiligheid die zich realiseert. Als er iets misgaat, wordt dat tegenwoordig eerder dan voorheen als falen van de overheid geïnterpreteerd. En in het verlengde daarvan wordt de overheid ook op haar verantwoordelijkheid aangesproken, zelfs strafrechtelijk. Nu had u natuurlijk al door dat de eerste twee voorbeelden echt gebeurd zijn. Dus de vervolging van Savannah's gezinsvoogd en de veroordeling van een gemeente voor een ongeluk. Maar een rechtszaak vanwege vervuiling van voedsel met genetisch gemodificeerde maïs heeft nog niet plaatsgevonden. Maar als zo'n schandaal zich in Nederland zou voordoen, wat niet denkbeeldig is, want in de Verenigde Staten heeft in het jaar 2000 zich een vergelijkbaar schandaal voorgedaan, dan ben ik er vrijwel zeker van dat ook de verantwoordelijkheid van de staat zou worden aangesproken. In mijn proefschrift onderzoek ik ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met onveiligheid sinds het einde van de 19e eeuw. En dat doe ik aan de hand van casussen waaraan ik de genoemde voorbeelden ontleende. Kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetisch gemodificeerd voedsel, kortweg Gentech voedsel. Ik heb bewust zulke uiteenlopende casussen gekozen omdat ik te weten wilde komen of er een empirische basis is voor de breedgedeelde veronderstelling dat rondom het thema veiligheid zich veranderingen hebben voorgedaan die onder één noemer zijn te plaatsen op heel verschillende maatschappelijke terreinen en toch onder één noemer te plaatsen zijn. Vaak worden namelijk etiketten, zoals die van de risicosamenleving of van de veiligheidsstaat, op ontwikkelingen in heel verschillende maatschappelijke sectoren geplakt. Ik ben door mijn onderzoek tot de conclusie gekomen dat er inderdaad op heel verschillende maatschappelijke terreinen belangrijke parallellen zijn in de ontwikkeling die onze omgang met onveiligheid heeft doorgemaakt. Behalve aan veranderingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor onveiligheid, besteed ik in mijn proefschrift ook aandacht aan veranderingen in de wijze waarop onveiligheid wordt bestreden. Tot de jaren 60 is dat hoofdzakelijk reactief. Bijvoorbeeld door verkeersovertreders en ouders die hun kinderen ernstig mishandelen strafrechtelijk te vervolgen. Vanaf de jaren 60 en 70 wordt nadrukkelijk ingezet op preventie. Men wil dan graag de put dempen voordat het kalf verdronken is. Om verkeersdoden en gewonden te voorkomen worden er onder andere verplichte autogordels geïntroduceerd. En er komt een maximum alcoholpromillage waardoor rijden onder invloed gemakkelijker is aan te pakken. In de strijd tegen kindermishandeling komt veel aandacht voor vroege opsporing en voor het aanpakken van het probleem bij de wortel. Door via vrijwillige hulpverlening de opvoedvaardigheden van ouders en de verhoudingen binnen het gezin te verbeteren. De sterkste vorm van preventie is te vinden in mijn Gentech casus. In de jaren 70 is nog grotendeels onduidelijk in hoeverre aan deze nieuwe technologie risico's verbonden zijn. Maar toch worden een vergunning en een voorafgaande veiligheidsbeoordeling verplicht gesteld om met deze technologie te mogen werken. En als vanaf eind jaren 80 de eerste genetisch gemodificeerde gewassen beschikbaar komen, mogen die niet direct op commerciële schaal verbouwd worden, maar dient hun gedrag
eerst in veldproeven bestudeerd te worden. Het concept preventie heeft een bepaalde innerlijke logica die neerkomt op hoe vroeger, hoe beter. Na de expliciete introductie van preventief beleid op verschillende beleidsterreinen is er dan ook een voortdurend streven te zien naar steeds vroeger en steeds eerder ingrijpen. Aan preventief ingrijpen zit echter een grens die ik de onzekerheidsbarrière noem. Preventie heeft per definitie betrekking op de toekomst en de toekomst is onzeker, dus vandaar dat er bepaalde grenzen zitten aan het beheersen van de toekomst. Alleen met deze onzekerheidsbarrière kunnen we in onze samenleving steeds minder leven. Ik illustreer dat weer aan de hand van mijn casussen. In de Gentech-casus wensen velen een 100% garantie dat risico's zich niet zullen realiseren. En in lijn met deze manier van denken wordt van 1996 tot 1998, moet ik trouwens zeggen, tot 2003 een moratorium op Gentech-gewassen ingesteld. Dus tijdelijk wordt er niets toegelaten. Ook daarna worden Gentech-gewassen slechts mondjesmaat tot de markt toegelaten. In de kindermishandelingscasus wordt sinds de jaren 2000 sterk ingezet op opvoedingsondersteuning voor alle ouders en kinderen. Het gaat daarbij weliswaar niet om ingrijpende interventies, maar het net wordt wel breed uitgegooid. En de vraag wie er zonder deze interventie zijn kind zou gaan mishandelen, wordt eigenlijk niet gesteld. Een voorbeeld van een preventieve interventie in deze casus die wel ingrijpend is, is de toepassing sinds 2008 van de ondertoezichtstelling bij ongeboren kinderen. Zodra ze geboren zijn, kunnen ze bij de moeder vandaan gehaald worden. Dus voordat duidelijk is of zij daadwerkelijk mishandeld zouden gaan worden. Tenzij je natuurlijk bijvoorbeeld roken tijdens de zwangerschap of een verslaving gelijkstelt aan mishandeling. In de verkeersveiligheidscasus wijs ik op het pleidooi van een invloedrijke verkeersveiligheidsorganisatie voor een alcoholslot in iedere auto. Als dat gehoor zou krijgen, zou dat een omzeiling van de onzekerheidsbarrière betekenen. Want de onzekerheid in het geval van alcohol in het verkeer betreft eigenlijk de vraag of individuele automobilisten onder invloed van alcohol zijn. Alcoholcontroles en dergelijke zijn bedoeld om die onzekerheid te reduceren. Maar het inbouwen van een alcoholslot in iedere auto maakt eigenlijk die onzekerheidsreductie overbodig. Iedereen wordt simpelweg onderworpen aan een onpersoonlijk systeem dat hem of haar in geval van alcoholgebruik het rijden onmogelijk maakt. Dus die hele onzekerheidsbarrière wordt omzeild. Aan het eind gekomen van mijn 4 minuten, die waarschijnlijk dichter bij de 5 minuten zitten of daaroverheen, maar ik heb ook meer dan 5 jaar over mijn onderzoek gedaan, hoop ik dat er 2 lessen blijven hangen. De eerste les is dat er zich brede maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan die de omgang met onveiligheid in heel verschillende sectoren op een vergelijkbare manier hebben beïnvloed. De tweede les is dat onze omgang met onveiligheid verandert, niet zozeer omdat de aard van de onveiligheid verandert, maar omdat onze opvattingen veranderen. En wij vinden onze opvattingen vaak heel vanzelfsprekend, maar 60 jaar geleden vonden ze hun opvattingen ook heel vanzelfsprekend en toen was de omgang met onveiligheid volledig anders. Dank u wel voor de aandacht.